Militairen zullen vanaf eind deze maand verhoogde toelages inclusief 1 maand TWK krijgen. Dat staat in een persbericht afkomstig van het ministerie van Defensie. Minister Krishna Kumari Mathura is blij dat er een achterstand is weggewerkt door de aanpassing van bijzondere toelagen van de militairen. De bijzondere toelage is bedoeld als compensatie voor onregelmatige diensten en omdat militairen een 12-urige dienst draaien. Deze toelagen zijn in de afgelopen 11 jaren niet aangepast. Vanaf eind januari ontvangen de manschappen 900 SRD, onderofficieren 1100 SRD en officieren 1300 SRD per maand als bijzondere toelage. De werkgroep die in juli 2021 werd geïnstalleerd, heeft voorstellen gedaan met betrekking tot het aanpassen of het afbouwen van diverse toelagen van personeelsleden. Volgens minister Mathura zullen binnenkort ook andere toelagen worden aangepast.